Oh, maar wat veel olie! Oh, hij gaat er bijna overheen. Ja, is het heet? Moet ik mijn vinger er even in doen om het te voelen? Ik zit nu aan het ontbijt, ik moet afvallen. We gaan er nu op aan, dus ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Ik ga koken omdat ik toch als verrassing wat terug wil doen aan mijn ouders. Ja, dit ruikt al goed. Oh, het gaat er overheen. Oké, en nu? Want het is nou goed, denk ik, hè? Ja, nou doe je die courgettes erbij. Eindelijk door het goed doorheen. En dan gaan we nu met de knoflook ga je zo indrukken. Ik vond deze dus en toen dacht ik, oh ja, op die afbeelding is het prima, want er zit vlees. Maar hier staat rotti. Rotti is volgens mij vrij algemeen, hè. Is in Frankrijk waarschijnlijk net hetzelfde. Maar ja, op het plaatje staat gewoon rood vlees. Dus ik dacht meteen, nou ja, ja, weet je, nou ja, dan neem je ook een gok. Je springt toch in het diepe. Nee, dat is, hoezo? Wat is rotti? Dat is toch pasta en zo? Rotti? Nee, natuurlijk niet. Oh, wacht even. Oh, maar wat veel olie! Oh, hij gaat er bijna overheen. Hij gaat er overheen. Hou je vast. Oh, nou. Lekker uitbijten op dat aanrecht. Nou, ik zeg niks tegen mama. Even kijken, is de olie heen? Hier gaan de vlammen gaan over de pan, dat is niet goed. Ja, is het heet? Moet ik mijn vinger er even in doen om te voelen? Weet je ziet ook meteen, ik kook nooit. Ik ook nooit. Omdraaien, zei je. Oh, ja? Ja, omdraaien. Oh. Ja. Nou, ga lekker. Ik voel die touch ook, weet je? Ja. Ik voel helemaal die touch. Ja, maar je moet zorgen. Ja, tuurlijk. Ja, die mensen die komen hier voor een paar nachten. Hartstikke gezellig. Chateau Meiland. En opeens gaat Maxime koken. Ja, dat wil niemand. Nee, eigenlijk wil niemand dat. Echt entrecote. Oh, wat erg. Ja, ik denk dat ik haar gewoon heel veel champagne van tevoren geef. En dat ze dan eigenlijk, ja, dan is ze zo lam dat ze het misschien niet eens ziet. Ik dek het goed op, want het oog wil ook wat. Nou ja, en dan, ja, ik hoop het. Ja, kunnen we? Ja. Ja, ze kan er wel met drie borden lopen. Ja, dat vind ik echt heel knap. Ja. Ik heb 3 maanden in de horeca gewerkt. Oh, nou, dat heb ik. En daar heb ik dit opgepikt. Wat heb je gemaakt? Entrecote. Nou, jongens, lekker. Ja, het ziet er zo goed uit. Eet smaak. Ja, eet ze. Oh. Heerlijk. Ja? Ja, precies. Ook met die jus. Ja, de rotti saus. Nou, het is niet voor rotti volgens mij, want het is gewoon een soort jus waar vlees bij hoort. Dus ik weet niet waarom zij de rotti op zetten. Raar hoor, die Fransen. Rotti? Maar wat is rotti dan? Vlees. Ja. Oh! Ja, ja. Maar rotti is wat anders. Ja, daarom. Ik denk al, hè? Ja, rotti, ja. En dan is het midden ook rotti. Zo. Nou, hé. Hey. Ja, het is lekker hoor. Ja, vond je het lekker? Nou, en jij, Pipo? Ja, ik vond alleen het vlees toch net weer te lang. Te lang gebakken, ja. Net weer te lang, maar het waren dunne lappen, hè? Dus ja, dom. Maar ja, maar dat prima. Is heel gevoelig. Kom maar, braden. Nee, hij. Hey, maar vonden jullie het nou ook echt entrecote? Ja, nee. Hoezo? Nee, entrecote heb je altijd veel meer vets. Stond er wel entrecote? Nou, zou ik zeggen, ze hadden geen entrecote. Ja, dat hadden ze wel, maar dan moest ik in de rij. Maar dit was dus zeg maar een soort duurder. Entrecote, alleen duurder en beter. Ja. Dunner, ja, weet fijner. Je?
Ja, wat kijk je nou? Jij zegt beter ook. Maar waarom ga je niet in de rij staan? Je moet gewoon in de rij staan. Nou, hoezo? Als dit beter is... Nee, je moet altijd entrecot. Als hij wat wil, dan wil hij dat. Maar ja, dan denk ik, ja, als het beter vlees is... Weet je, kijk gewoon hoe het loopt. Gewoon even zo op de pan zo. Maar hij is moeilijk hoor. Hij is moeilijk. Nou ja, weet je, het is nooit goed. Nou, dit is ook de laatste keer dat ik kook hier. Dit is de laatste keer, snap je? Volgende keer doe jij het, hè? Nou, goedemiddag jongens. Ik wou het even over een paar dingen hebben. En het is misschien ook wel leuk, omdat ik heel veel vragen daarover krijg. Hoe het mij bevalt om alleenstaande ouder te zijn. Nou, daar heb ik natuurlijk eigenlijk niet voor gekozen. Want ja, Claire kwam als een verrassing, zoals iedereen denk ik nu wel weet. En ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik denk dat het ook allemaal vanzelf gaat, weet je wel? Ik bedoel... Het is wat het is en je moet er het beste van maken. En ja, het is ook gewoon moeder natuur, dus het gaat allemaal gewoon vanzelf. Ik heb hele lieve ouders die helpen en ja, dus het gaat eigenlijk allemaal wel goed. Nou, dat was de volgende vraag die heel veel is gesteld, is hoe gaat het met daten? Nou meid, niet. Nog steeds niet. Nee, want ik zit gewoon nog steeds in Frankrijk. En dat zal sowieso de komende maanden zo zijn. Dus het ligt gewoon nog steeds op zijn gat. Ik weet niet of ik er meer voor opensta, weet ik niet. Want ja, ik word ouder, dat klinkt een beetje stom, want ik ben maar 24, maar goed. Ja, dus daar is eigenlijk gewoon nog steeds niks aan de hand. Dus misschien als dat in Nederland gaat veranderen in de Achterhoek. Misschien als ik een hele leuke boer zie. Enig, want ik merk wel dat ik niet op Franse mannen val. Ik hou gewoon van blond. Blauwe ogen, lekker Hollands. Denk ook wel dat ik iemand wil die wat ouder is. Omdat ik natuurlijk al Claire heb. Dus iemand moet wel het ouderschap leuk vinden en aankunnen. Dus dan zou ik eerder denken iemand eind 20 of zo, begin 30 zoiets. Dat spreekt me ook qua uiterlijk wel wat meer aan. En ja, dus we gaan het allemaal meemaken. Misschien dat het in de toekomst in Nederland toch wel anders wordt. Want hier is het gewoon... Zit het er voor mij in ieder geval niet in. Nee. Dus misschien daar zo heel leuk. Ja, mama, weg. Ja, maar je moet wel een nieuwe lijn. Mondje. Liggen. Ga eens liggen, Claire. Dan gaan we slaapje doen. Mama ook even. Ik wil ook slapen. En dan gaan we daarna... Met de honden wandelen. Ja, hier waar. Ja? Hé, hey, wil je nog wat drinken? Ja. En mama is het een uurtje vrij, dus mama gaat ook even slapen. Samen in bedje, hè? Ja. Doei. Doei. Oh, Bichou moet ook mee. Bichou! Ja, kom, gaan we uit. Kom maar. Oh, kom maar. Kom, gaan we via hier. Kom. Hier. Eén. Twee. Nou, ik heb toch wel echt liever hoe we nu wonen dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ik denk ook dat een mens dat nodig heeft, dat groen hier. Weet je, het is gewoon... Ja, het voelt zo lekker. Lekker natuur. Helemaal vrij. Maar dat vind ik wel het mooie aan Frankrijk. Dat je dat hier gewoon kan hebben. Voor gewoon een normale prijs, weet je. Het is toch, ja, ik zou niet meer zonder kunnen. Ik zou zo lekker met die honden wandelen. En zo over die Teletubbievelden heen kijken. Heerlijk. Nou, goedemorgen. Een morgen zonder zorgen tot nu toe. Dat is heel erg apart hier in het château. Het is hier vrij koud. Dus we hebben nu... papa is natuurlijk altijd van de kachels. Dus papa heeft alvast een kachel. Kijk dan. Die loeit lekker. Nou, deze is er ook al voor het ontbijt, want we hebben vandaag 7 gasten. En Claire zit in bad.
En dat doen we tegenwoordig in de keuken. Ja. Vind je het lekker in een badje? Nee. Nee? Nee. Oh, je wil niet op de foto. Oh. Nou ja, dat kan. Dus we gaan er weer lekker tegenaan. Het is heel erg slecht weer hier. Het regent en dat is de hele week nog zo. Dus dat is jammer. Maar goed, het is niet heel erg koud zoals in Nederland. Oh ja, ja. Misschien zal je het niet zien. Trouwens ook heel veel pukkels op mijn kin. Oh, daar heb je die lange. Oh, hi. Ik ga even kijken naar de kachel of die het goed doet. Ja, nou, hij doet het tot nu toe heel goed. Hey. Ik zit nu aan het ontbijten. Ik moet afvallen, want ik ben... Vijf kilo aangekomen. Dus ik zit nou aan de yoghurt die ook nog over de datum is. Dus het is een beetje zuur, maar ja. Je moet wat en kruisli. Dus geen snoepen meer voor mij. Wij zitten in de auto. En wij hebben vanochtend natuurlijk snoepertje. Tenminste, toen was ik alleen. Kleertje voor de hele dag naar de opvang gebracht. En ze moesten heel erg huilen. Dat was echt heel zielig. Ze zei steeds En ze was heel erg boos op de juf. En uiteindelijk, ik stond in de deuropening van de klas. En ze ging mij helemaal duwen. Want ze dacht natuurlijk, ja, ik ken dit. Ik ken dit. Jij gaat straks weg en ik blijf hier achter. Nou, daar heb ik natuurlijk geen zin in. Dus het was eigenlijk een heel erg duw. Maar goed, we gaan er nu ophalen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Ik vind het heel leuk, snoepertje. Hé, vind je het spannend? Ja, leuk. Ja, leuk hè? Ik vind ophalen is altijd zo leuk. Ja. Kijk ik helemaal naar uit. Vind ik zo leuk, snoepertje. Waar is ze? Kijk, daar is ze. Ik wil een glaasje aan vandaag. Zullen we naar binnen? Ja. Kijk, ze heeft helemaal rode kootjes. Hoe vond je het om te doen? Ja, ik was heel moe omdat ik toch voelde van ja, ik moet het nou wel gaan flikken, hè? Ik denk, joh, ik kan wel in GTS gaan.